Vandaag hebben we in de gemeenteraad het bestemmingsplan Kop Weesper Trekvaart vastgesteld, zoals dat heet. En dat maakt de weg vrij om in dat gebiedje, waar nu onder andere de Hells Angels zitten en tijdelijk studentencontainers, vlak achter de Belmerbaaiers, u kent het misschien wel, om daar 1100 woningen te bouwen en 2000 vierkante meter bedrijfsruimte. Er is wat over te doen geweest, omdat nu met het nieuwe bestemmingsplan er daar geen ruimte meer is voor de Hells Angels. De gemeente praat met allerlei bedrijven die daar nu zitten om ze een beter plekje te geven. En wij zijn al van blij dat er nu mooie woningen komen waar alle Amsterdammers in terecht kunnen, als ze af zijn natuurlijk. En dat duurt nog wel eventjes.